Ah. Nee, dat mag helemaal niet. Ah. Dat mag niet. Jezus. Ja, dat zijn beesten. Ja, ja, ja. Heb je die al eerder gevangen? Vannacht? Vannacht de eerste. Vannacht ook zo'n apparaat. En gooi je die terug? Of, ja, ja, die gooi je terug. Ja? Exportvis. Je was net zo sterk nee, dat je die kon je niet meer houden. Die heeft nu een beetje uitprachtig. Veel zand zeker, hè? Ja. Godverdomme. Ja, het was vannacht ook en hij sliep. Hij zei, hey, maar dat was een eerste uit de hoofd weer gekomen. Dat is een dikke meter, hè? Ja, die is een meter. Vandaag had ik er van 1,4. Ik denk dat die wel een meter 50 is. Zoiets denk ik ook, ja. Ik zou 40 kilo. Ja, dat was pallig. Mijn armen zijn kapot. Dat was zo'n 20 minuten vechten. Ik sta je 2 stappen op de weg. Toch valt het eigenlijk wel mee, als we denken. Nee, man, dat is echt een bier. Wat deed dit? Pak die boven en de bek vast, hè? Pak die maar gewoon naar binnen. Boven de bek en boven de mond. Ik kan niks uit het bier, hè? Dat durft er niet. Waarom niet? Wel? Pak die gewoon in de bek vast. Rustig te doen. Wat een beest. Ja, dat zijn beesten, ja. En dit is nog wel nog meer. Dat zijn 2,30, hè? Ja, 2 meter 30. Ja. Zal ik je helpen? Ja. Wacht. Nee. Hier, Mila, houd deze vast. Houd die vast in de pappenfilm. Shit. Ja, doe maar. Ik was ook al aan het denken. Die moet je in de mond vastpakken, boven in de mond, en dan naar binnen trekken. Nee, die heeft geen tanden. Die heeft, alleen maar dingen. Die heeft geen tanden, die heeft alleen maar, dat is meer schuurpapier. Ja, pak maar gewoon op. Het lijkt net een walvis. Kom op, ga de kant. Ga de kant. En walvis zijn alleen maar blauw. God, wat een ding, man. Ik heb dat nooit gezien. Mila, film papa. Zal ik helpen, man?